welkom geheten door talrijke autoriteiten en belangstellenden, arriveerde op het vliegveld te Batavia de voorzitter van de Nederlandse delegatie bij de voorbesprekingen met de Republiek, Dr. J.H. van Rooij. Dr. Koets, directeur van het kabinet van de hoge vertegenwoordiger van de kroon en de gouverneur van het federale district Batavia, Hilman Jayadiningrat, begroette de Nederlandse diplomaat. In Hotel des Indes hadden inmiddels reeds de eerste besprekingen plaats. De heren Mohammed Roem, Ali Sastro Amijoyo en professor Supomo van de Republikeinse delegatie werden ontvangen door de leden van de commissie voor Indonesië. Meester Blom, meester Giebe en dokter Koets, gevolgd door de andere leden der Nederlandse delegatie, betreden vervolgens de danszaal van het hotel, die voor deze gelegenheid is ingericht als conferentiezaal. Ook dokter Van Rooijen wordt welkom geheten, waarna de delegatieleden zich rond de vergadertafel scharen. Meester Blom, dokter Van Rooijen en meesters Jacob hebben hun plaatsen reeds ingenomen, evenals de overige deelnemers van deze zo belangrijke conferentie. Van de Republikeinse delegatie ziet u hier meester Sastro Amijoyo, meester Mohammed Roem en dokter Lai Mena. Aan de tafel van de commissie voor Indonesië zijn onder meer gezeten het Australische lid Critchley, de voorzitter Mel Cochran en het Belgische lid de heer Hermans. Mogen deze besprekingen leiden tot vruchtbare resultaten, waardoor de ronde tafelconferentie in Den Haag spoedig kan beginnen.